Zo. Gedaan allemaal. Goedemorgen, het is dinsdag. We zijn heel vroeg. Want dat had ik gisteren al uitgelegd met cadeautjes. Ik werd dat even iets verschoven. Maar we zijn klaar om de deur uit te gaan. Deze zijn voor de juffrouw. Deze voor de leukste juf. En deze voor de pietse minder leuk. Oké. Okay. Je outfit is echt cool. Je ziet er leuk uit, mop. Alleen je haar nog even. Het was zo mega geslaagd vanochtend. Dus het was het opschieten en het extra vroeg opstaan echt waard. Gewoon allemaal stralende gezichtjes bij de kinderen. De juffen die het heel leuk vonden. Dus één groot succes. Echt top. En de winactie is net online gekomen. En ik heb al een aantal reacties gehad. Let wel op als je meedoet dat je openbaar geabonneerd bent. Anders kan ik niet zien dat je dus meedoet. Dan zie ik alleen je reactie. En je kan natuurlijk dubbel kans maken door ook op Instagram te reageren op de foto. En daar kan ik sowieso dan zien dat je me volgt. Dan kan je dus dubbel kans maken. Dus vergeet dat niet en kijk het even na als je meedoet. En ik hoop natuurlijk dat ik de bril heel snel weg kan geven. Nu dan maar weer tijd voor het minst favoriete stuk van mijn dag. Het huishouden. Allemaal. En ik heb nog heel even over en dan mag ik weer naar school. Wel leuk, ik heb dadelijk een rapportgesprek, eindgesprek voor de kleuterklas. En dan is gewoon de kleutertijd op school weer voorbij. Het gaat zo snel. Maar goed, het gesprek duurt wel heel even. Dus mijn moeder komt ook naar school, die haalt Sarah dan op. En die gaan hier naartoe vast. En dan kom ik later. Dus dat is wel fijn geregeld, dan hoeven ze daar niet te wachten. En dan loop je naar school en kijk hoe schattig. Ah, oh, ze zijn zo cute. Zijn ze helemaal aan het verstoppen. En dan kom ik nu deze tegen. Het is helemaal leuk hier. Mega fijn gesprek gehad op school, echt. Echt super mooie afsluiting van dit schooljaar. En hele mooie start voor volgend schooljaar. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Nu ga ik even snel koken. Ik ga lekker risotto eten. En ik ga ook wel risotto. En Sarah de lievelings eten. Dus het komt helemaal goed vandaag met ons. Zo schattig trouwens. Ik ben aan het koken. En ze is heel lief met de strijkkaartjes aan het spelen. Het is zo schattig. Ben je zoiets moois aan het maken? Voor de juf Carolina. Oh, ik vind het zo mooi worden. Maar ik vind het vooral zo leuk dat je zo lekker aan het spelen bent. Marcus laat thuis, dus wij zijn gezellig op de bank samen aan het eten. En we gaan even een stukje film kijken. Het is wel wat later, dus het wordt geen hele film. Even kijken wat er allemaal is. Nou, dit is niet kindergeschikt. Hadden we nog iets wat we niet hadden afgekeken samen? Voor een film. Wat hadden we naar film? Ja, maar dat is, ik ben even aan het kijken of er nog een film was dat we die niet helemaal hadden afgekeken, maar nee. Wacht, ik weet het even. Gaan we naar achter? Oh, dat gaat niet. Ik kan hap. Ja, ik weet, jij wil deze. Deze serie. Nou, ja. Kijken we daar een stukje van. Miraculous. Ja. Jeetje, wat kunnen de dagen snel voorbij vliegen. Nu even snel editen. Ik heb lekker thee gezet.
En dan gaan we zo verder met Designated Survivor. Ik vind het echt een toffe serie. Ik ben zelf trouwens klaar met Stranger Things. En ik ga nu beginnen aan het nieuwe seizoen van Suits. Daar heb ik ook zin in, want dat vind ik ook een hele goede serie. Maar eerst even de vlog editen van gisteren. Vlog staat erop. We hebben lekker tv gekeken. Marco is aan het bed. En ik ga ook lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!